Brievenbuskaas. We hebben brievenbuskaas. Dus we kopen een hele kaas in bij boeren. Ja. Die snijden we in plakken. En die plakken die sealen we. En dan doen we met een kaaspapiertje in een doosje. En dan sturen we hem op. En dit is kaas van boer? Ja, dit is van boerderij De Witte Welle. Vooral ook van andere boeren uit Nederland die duurzaamheidsstappen willen zetten. En bijvoorbeeld een van de boeren die we eind dit jaar gaan verkopen is van boerderij Ruimzicht uit Halle. Van Geijer Koskamp. Die zijn heel erg natuurinclusief, maar die houden ook de kalveren de eerste 3 maanden bij de koe. Dus dat is een kaas die ook wat meer moet gaan kosten, omdat die kalveren heel veel melk drinken. Maar daarmee stellen we wel heel Nederland in de gelegenheid om dus hun bergkaas, dus een beetje pittige smaak kaas, best een lekkere kaas vind ik. Of een hele lekkere kaas vind ik, maar je moet van de smaak houden. Om die dus te kopen en in de brievenbus te krijgen. Ja, jij wilt toe naar dat de kalveren wel langer bij de koe blijven. En dat doet deze boer al wel. Nou, deze boer niet. Maar de kaas die we eind dit jaar gaan verkopen dus wel. Geijer Koskamp in Halle. Er zijn maar heel weinig boeren in Nederland die dat doen. Een stuk of 10 of zo. En dan heb je er ook nog maar een paar die er kaas van maken. Maar als je kalveren bij de koe houdt, dan drinken die kalveren heel erg veel melk. Veel meer dan wanneer je ze in een box houdt en 2 keer per dag melk geeft. En dat maakt dus dat je minder melk overhoudt om te verkopen. En dat die melk dus ook duurder verkocht moet worden. Want anders kan dat voor die boer gewoon niet uit. Ja, dus dan is het duurdere kaas, maar dan weet je wel... dat de kalveren de eerste 3 maanden bij de koe geweest zijn.